Vandaag een antwoord op de vraag van Stefan. Stefan is de afgelopen maanden op een eiwitrijk en zeer koolhydraatarm dieet gegaan. Een ketogeen dieet, wat een dergelijk dieet ook wel genoemd. Voorafgaand aan dit dieet had Stefan niet heel erg overgewicht, maar hij had wel een buikje en hij had regelmatig last van zuurbranden en hij voelde zich niet zo fit. En dat vond hij al wel een reden om eventjes zijn eerdere eetpatroon aan de kant te schuiven en eventjes op dieet te gaan om vervolgens wel weer langzaam een normaal eetpatroon met weer normale verhoudingen tussen koolhydraten, eiwitten en vetten weer op te bouwen. Ten tijde van dit dieet voelde Stefan zich kiplekker. Zijn zuurbranden verdwenen als sneeuw voor de zon. Hij voelde zich enorm veel fitter en had een heel stabiel energieniveau. Hij had totaal geen klachten. Nu is Stefan inmiddels op zijn streefgewicht beland. Zijn buikje is gewoon weer van een normale omvang, zoals hij dat graag ziet. En hij is nu in de afgelopen week is hij weer koolhydraten gaan introduceren. En dat wel heel geleidelijk. Die koolhydraten heeft hij inmiddels bij zijn ontbijt en bij zijn lunch al ingevoerd, maar de overige eetmomenten van de dag zijn nog eiwitrijke, bouwstofrijke maaltijden, gelijkend op de maaltijden die hij ten tijde van zijn dieet ook had. Opeens komen er weer klachten terug. Duizeligheidsklachten. Regelmatig, wanneer Stefan gewoon rustig in een stoel heeft gezeten en hij staat opeens op, wordt hij duizelig. Ook wanneer hij een potje tennis heeft gespeeld, is hij daarna vaak wat slapjes en duizelig. Iets wat hij ten tijde van het dieet niet heeft ervaren. Toen kon hij gewoon opstaan en voelde hij zich niet zozeer duizelig en had hij ook wel gewoon getennist. Terwijl hij nu juist dezelfde basisvoeding als ten tijde van het dieet aanhoudt en nog iets extra's heeft toegevoegd, namelijk op twee momenten van de dag ontbijt en lunch weer koolhydraten. De vraag van Stefan is, hangt die duizeligheid samen met mijn huidige voeding? Stefan, duizeligheid, wat is dat? Jouw hersenen hebben zuurstof nodig. Het transport van zuurstof door jouw bloedbaan is enkel goed mogelijk wanneer er voldoende vocht aanwezig is in jouw bloedbaan. Op het moment dat jouw bloedsuikerspiegel daalt en lager wordt, dan daalt daarmee ook het vochtgehalte in jouw bloedbaan. En kan het zuurstoftransport wat minder goed verlopen en kan opeens een tekort aan zuurstof in je hersenen ontstaan. En dan kan jij duizelig worden. Dit betekent dat momenteel er regelmatig een daalende lage bloedsuikerspiegel heerst in jouw lijf die duizeligheid veroorzaakt. Kunnen we dit verklaren? Normaal gesproken is het zo dat jouw bloedsuikerspiegel prima gereguleerd kan wel worden door jouw lichaam met behulp van hormonen. Op het moment dat jouw bloedsuikerspiegel daalt, dan worden er hormonen geproduceerd welke jouw glycogeenvoorraden, het voorraadje glucose in jouw spieren en lever, uitputten en daarmee vliegensvlug weer glucose in jouw bloedbaan brengen, zodat ook het vochtgehalte in jouw bloedbaan weer stijgt en er dus niet snel een te lage bloedsuikerspiegel, een te laag vochtgehalte en daardoor ook een slecht transport van zuurstof door jouw bloedbaan ontstaat. Alleen, wanneer jouw glycogeenvoorraden leeg zijn, dan moet jouw lichaam op een andere manier een dalende bloedsuikerspiegel, een te laag wordende bloedsuikerspiegel en een laag vochtgehalte weer verhogen. Dat doet je lichaam met stresshormonen die het proces gluconeogenese. Dat is de nieuwvorming van glucose uit andere stoffen. En de lever is het orgaan welke dit proces voor zijn rekening neemt. Dit moet dan plaatsvinden. Alleen die gluconeogenese, de vorming van glucose uit andere stoffen om daarmee snel weer je bloedsuikerspiegel te verhogen en ook het vochtgehalte in je bloedbaan te verhogen en dus duizeligheid te voorkomen, omdat dan pas een goed transport van zuurstof ook weer mogelijk is.
Dat vergt wat meer tijd en vergt ook energie ten opzichte van de uitputting van je glycogeenvoorraden en duurt dus ook wat langer. En is het zo dat de gluconeogenese, dus de vorming van glucose, door jouw lever niet tegelijkertijd plaats kan vinden wanneer jouw lichaam juist probeert glucose uit jouw bloedbaan onder invloed van het hormoon insuline op te nemen in je cellen en daar waar glucose overschot is, dat ook op te slaan juist in je glycogeenvoorraden. Ten tijde van jouw ketogene dieet, hoog in eiwitten en andere essentiële bouwstoffen en zeer laag in koolhydraten, was het koolhydraatgehalte in jouw voeding zo laag, Stefan, dat de productie van insuline en dus het opnemen van de glucose in jouw bloedbaan, in jouw cellen, om die te verbruiken of je glycogeenvoorraad te vullen, daar was geen sprake van. Dat betekent dat ten tijde van het dieet, op het moment dat jij een abrupte beweging maakte of aan het tennissen was, had jouw lever de ruimte, omdat jij wel een voeding met regelmatig alle essentiële bouwstoffen had, had jouw lever de ruimte om prima voortdurend eigenlijk gluconeogenese uit te voeren en jouw bloedsuikerspiegel stabiel laag te houden en dus ook het vochtgehalte in je bloedbaan te controleren. Momenteel heb je op twee momenten van de dag koolhydraten. Dat zijn te weinig koolhydraten om je glycogeenvoorraden te vullen, dus die zijn momenteel leeg. Dus daarmee kan de bloedsuikerspiegel niet verhoogd worden. Maar vlak na jouw ontbijt en lunch is er wel nu, sinds de opbouw van je dieet en dus twee momenten van koolhydraten, regelmatig wat insuline aanwezig in jouw lichaam. Die op dat moment, na ontbijt en na de lunch, stimuleert dat de glucose die in je bloedbaan is gekomen als gevolg van je koolhydraatrijke maaltijden, die stimuleert dat het opgenomen wordt in je cellen, verbruikt wordt en of dat de glycogeenvoorraden opgebouwd worden, maar ten tijde van dat hormoon in je lijf kan je lichaam dus niet goed reageren op een abrupt, nog sneller dalende bloedsuikerspiegel die te laag wordt, vochtgehalte dat daalt, zuurstoftransport wat even niet goed mogelijk is, want de glycogeenvoorraden zijn nu leeg, dus daar kan niet snel glucose uitgehaald worden en gluconeogenese, de vorming van glucose onder invloed van het stresshormoon cortisol, om daarmee jouw bloedsuikerspiegel weer te vullen, is niet mogelijk ten tijde van dat je lichaam juist bezig is met de insulineafgifte en probeert bezig te zijn met de glycogeenvoorraden te vullen. Dat zijn twee processen die niet gelijktijdig plaats kunnen vinden. Wat kun jij dus doen? En ja, als antwoord op je vraag, dit hangt dus samen met je huidige voeding. Wat kan jij doen om deze duizeligheid te verminderen? Je kan een stapje terug doen en weer naar het eerdere niveau gaan. En dus die constante van energie en dergelijke kan jij gaan proberen te ervaren. Dus die constante lage bloedsuikerspiegel en je lichaam die heel makkelijk gluconeogenese kan uitvoeren. Of jij kan je glycogeenvoorraden gaan vullen door nu ook naast ontbijt en lunch op meer momenten van de dag, bij naast je bouwstofrijke eetmomenten, ook koolhydraten toe te voegen om je glycogeenvoorraden te vullen. Want dan is je lichaam ook prima in staat, wanneer je bloedsuikerspiegel daalt onder invloed van insuline na een koolhydraatrijke maaltijd, wanneer je dan actief bent. Ja, dan kan je lichaam dat weer verhogen en dus glucose en vocht weer op tijdig in je bloedbaan brengen en duizeligheid voorkomen door je glycogeenvoorraden uit te putten. Ja, je duizeligheid, Stefan, hangt dus samen met je huidige eetpatroon, die nog te laag is in koolhydraten om een gevulde glycogeenvoorraden te hebben, die bijdragen aan het weer snel laten stijgen van je bloedsuikerspiegel en duizeligheid te kunnen voorkomen, maar die wel op twee momenten koolhydraten bezitten, wat de afgifte van insuline nu weer stimuleert. Het hormoon wat maakt dat de gluconeogenese en dus de vorming van glucose door je lever en daarmee je bloedsuikerspiegel tijdig verhogen, op dat moment eventjes niet zo goed mogelijk is.